van stripmaker Erik Heuvel zijn recent twee boeken verschenen. Een overzichtswerk van 30 jaar stripmakerschap en De Meimoorden, een stripbewerking van het boek van Jacques Post. En daarom zat Erik in het Beeldverhaal in Amsterdam om zijn boeken te signeren. Ja, maar ik zelf nog wel eens gedaan? Nee, niet meer. Deze is ook... Ja. Hallo. Weet je nou meteen al wat je gaat tekenen, Erik? Ja, ik heb door een eerdere signeersessie in Rotterdam, waar dit verhaal ook zich afspeelt, heb ik dit figuurtje echt heel goed nu in mijn vinger, de hoofdpersoon. Ja. Ik kan misschien wel zeggen, ja, dat moet je toch sowieso wel hebben, maar ik heb ondertussen ook weer andere stripprojecten en dan wil zo'n figuurtje ook wel weer een beetje vervagen. Ja, dat snap ik. Ik sta nu met Carbo in de shorts, in de Eppo bedoel ik. Dus vandaar dat ik dit alleen maar omdat ik het in Rotterdam zoveel heb gedaan. Ja, precies. En dan natuurlijk verdraaid af, of versneld afdraaien. Zeg je? Dan waarschijnlijk versneld afdraaien, dat geeft het leukste effect, hè? Nou, ik weet niet. Ik vind het ook wel fascinerend. Want je kan niet zeggen dat je nou langzaam tekent of zo, weet je wel. Dus het gaat al lekker snel. Ja, ik vind het altijd zo fascinerend. Als je het versneld afdraait, dan lijkt iemand wel heel virtuoos. Ja. Toch? En je wil eigenlijk gewoon dat ik dat een beetje fake. Alsof ja. Je dat nog nodig hebt, zeg maar. Het is een suggestie, maar. Ja, oké. Die had ik de vorige keer al gekocht. Oh, wat is het? Ja, dat is hem, ja. Ja, de laatste. Ja, maar is dat nu ook? Wil je het bewijs zien? Of ja, dat is het. Zal ik hier nog een tien of zo kunnen kijken van dit? Ja, dit is wel goed zo. Zal ik hier, dit is zeg maar mijn meest bekende stripfiguur, January Jones. Nou, hier dan vind je. Ja, maar er is zoveel om uit te kiezen, maar dat blijf je bladeren ja. Natuurlijk. En dan is hij het. Deze zal ik wel in inkt uitvoeren. Ja, toppie.
Dat is het genoeg. Wil je drinken, Erik? Heb je spa rood of iets? Nog water hebben we? En cola. Ja. En bier. En wijn. Daar begin ik maar niet aan. Nee. Misschien bij de laatste tekening. Ja, wel. Water, prima. Oké. Ga je er ook nog een spannende soundtrack onder zetten? Nou, ik denk dat ik gewoon de audio hou zoals die is eigenlijk. Want dat geeft wel wat sfeer over hoe het naar zo'n stripwinkel toe gaat, zeg maar. En de gesprekjes die je voert zijn altijd leuk om zodat mensen een beetje een idee hebben dat ze er ook bij zijn, weet je. Ja, dat is ook een beetje de toegevoegde waarde voor mijzelf ook, dat je contact hebt met je lezer. Hè? Want in wezen is striptekenen natuurlijk een redelijk eenzaam beroep. Ja. Dus het is wat het meer waard maakt. Dus je bent eindelijk weer een beetje buiten, zeg maar. Valt het wel mee? Nou ja, ik moest een keertje pitchen voor een strip. En degene die met mij meeging, de scenarist, die zei dat tegen de potentiële klant van... Eigenlijk is hij een soort... monnik. En ik dacht, ja, zo heb ik het ook nooit bekeken. Je zit de hele dag over het algemeen alleen. Ja. Met een pennetje over papier gebogen, weet je wel. En hoeveel uur teken je per dag? Ja, er komt heel veel ook bij wat niets met tekenen te maken heeft. Telefoneren. Ik schrijf tegenwoordig ook mijn scenario's. Dus daar heb ik ook werk aan. Maar er zijn projecten geweest dat ik 7 dagen in de week 10 uur per dag aan het tekenen was. Ja, dat geloof ik wel. Maar je produceert ook best wel veel. Volgens mij, want er komt elk jaar wel in ieder geval 1 album uit. En misschien wel 2 had ik het idee, of niet? Ja, ik heb ik heb nu dat boek van 30 jaar actief. Maar het is eigenlijk 2 of 33. En ik heb al over de 40 titels van strips. Ja. Dus dan kan je nagaan dat ik op een tempo zit van ruim een album per jaar. Ja, zeker. Ja, dat is toch een kwestie van heel veel zitten. Hè? Dat beseffen mensen vaak helemaal niet. Maar het is gewoon zitten en doen. Ja, en met een zekere discipline. En omdat je eigen baas bent, dan ben je nogal, omdat je dan geen dwingende ogen hebt, geneigd om heel snel te denken van, nou, vandaag niet. Maar op een gegeven moment zit je op deadline te werken. En dan kan je dat niet veroorloven, want dan heb je echt een probleem. Ja, precies. En die deadlines, dat is toch wel iets waar je constant de druk voelt, hoor. Ja, want hoeveel pagina's doe je nou per week? Is daar een gemiddelde in te noemen eigenlijk? Ik zit nu toevallig op deadline voor een strip wat nu in de Epo loopt, Carbo. Ja. En dat probeer ik aan te houden 4 pagina's per week. Zo. En het is een bewerkelijke strip en ik moet ook de inkleur eraan aansturen enzovoort. Ja. En bijvoorbeeld afgelopen maand was elk weekend een signeeractiviteit. Ook nog. Dus het begon met de presentatie van de Mijmoord in Gouda. En toen Knokken in België. En toen het Brabants stripspectakel in Eindhoven. Ja. Toen Rotterdam. En nu dit. Ja, het zijn toch wel uurtjes die ook van de productie afgaan natuurlijk. En even voor de duidelijkheid, 4 pagina's is potlood en inkt, hè? Ja. Voor jou. Ja, dat is toch wel pittig, hoor. Daarom is het soms niet echt van de kwaliteit die ik zou willen, maar ja. Nou, ik vind het wel weer goed. Soms moet je een soort gulden middenweg zien te vinden tussen productie en perfectie. Ja. Absoluut. De trots op. Die andere, weet je, die is tegen de Viva. Dat is de hoofdpersoon die we ook op de cover zien. Dat is de zoon van de taxichauffeur die wordt vermoord. Dus dat is een van de moorden in de Mijmoord. Spoilers. Ja, veel leesplezier. Nee, daarmee heb ik niks zien. Nee, daar heb je niks mee weggegeven. Hey, dankjewel, Erik. Teken ze nog. Bedankt, hè.